Nou, ik kreeg laatst een vraag of ik een keertje een Thrift With Me video wil opnemen. Dus lekker naar de kringloop en lekker shoppen met mij daar. En dat lijkt me heel erg leuk, want ik hou daar heel erg van. En mijn moetie houdt daar ook heel erg van. Oh. Hoi. Mama die heeft heel veel kleding van de kringloop. Mama is echt kringloop fashion pro gewoon. Fashionista. Dus ik ga jullie vandaag meenemen en dan gaan we lekker shoppen bij de kringloop. Oké, we zijn nu bij een nieuwe winkel, maar we weten eigenlijk niet precies wat het is. Dus misschien is het wel niet echt een kringloop, maar daar gaan we achter komen. Dus we gaan gewoon even kijken. We hebben een leuk krukje gevonden, maar we weten alleen niet hoe duur die is. Maar ik vind deze echt heel erg tof. Ik vind hem echt super leuk. Heel cute. Nou, ik kies hem weer uit. Het is een designer kruk, dus hij vraagt er nog wel €35 voor. Dat vind ik een beetje duur voor een kruk, dus dat wordt hem niet. Hallo allemaal. Nou, het was wel een leuke winkel, maar... ik was het er niet zo mee eens dat hij €35 voor die kruk vroeg. Want er niet volgens mij, hij zat helemaal, ja, hij is designer, maar ik weet niet of ik dat moet geloven. Er stond niks op, dus ik kan het niet zien, weet je. Maar goed, hij had wel leuke dingen in de winkel. Maar nu gaan we naar Zaandam. Daar is een leuke kringloopwinkel. Oké, we zijn nu in Zaandam en hier hebben ze ook kleding. Het is trouwens Het Goed kringloop. Hier hebben ze ook kleding, hier kom ik best wel vaak. En... gaan kijken of we wat leuks kunnen scoren. Even bij de broeken snuffelen. Ik hoop altijd dat ik hier weer een toffe broek tegenkom, maar het gebeurt niet vaak eigenlijk. Niet wel, schatten. Nee, die zijn afschuwelijk. En voor de kerst? Nee, echt afschuwelijk. Oké, we hebben een heel mandje vol hoor. Vooral ik. Kijk deze broek, jongens. Ik hoop zo dat hij leuk is. Want dit is echt helemaal wat ik zoek. I love it. Wel €15 nog, maar wel heel leuk. Ja, die broek vind ik fucking leuk. Alleen hij komt heel moeilijk over mijn reet. Maar goed, misschien als ik het een paar keer aan en uit doe, gaat het een beetje mee, hè? Ja. Maar lekker broekje. Dat shirt is een beetje... Ja, nou. Oké, dit is een hele leuke broek, maar ik kom er echt niet in. Aan de bovenkant is hij ook niet chill, want ja, hij is een beetje low waist en daar hou ik niet van. Dus nope voor deze. Oké, dit is oprecht de slechtste combi ever, maar het is ook allebei een no. Ik had deze broek echt puur voor de grap aangetrokken, want ik zag hem hangen en het is best wel, ja, weer een beetje hip aan het worden dit. Zo'n soort broek met van die zakken en zo. Maar dit is natuurlijk gewoon echt oerlelijk. Dit is gewoon echt inderdaad een, gewoon echt een lelijke broek. Echt zo lelijk. Ik dacht, nou, wie weet kan het nog wel vet leuk zijn, maar het is echt net zo lelijk als wat ik dacht. Dus ja, en dit shirt, ja, ik vind hem... niet bijzonder. En hij is nog wel €5. Dus dan denk ik van nee. Wat is deze? What the fuck? Oké. Dit shirtje is ook van de Monkey. En deze vind ik helemaal leuk. Hij schijnt wel een beetje door. Dus we moeten wel even een ander topje of BH'tje onder doen. Maar ja, dit is helemaal me. Dit vinden we natuurlijk gewoon helemaal leuk. Nou, dit wilde ik gewoon even passen voor de leuk. Omdat ik dacht van, ik heb dit echt nog nooit gezien eigenlijk. Eigenlijk gewoon een spijkerjasje met korte mouwen. Maar nee, dit is niet mijn ding. Maar ik zit dus te denken, hè, als je hem dicht doet, zo. Dan vind ik hem misschien wel weer leuk. Ik ga even de mening aan mijn mama vragen. Mam, ja. Moet even je mening geven. Open vind ik hem echt heel lelijk. Ja. Maar zo, en dan met een, weet ik veel, een tof rokje of een broekje eronder. Dan is hij toch best wel leuk. Ja. Ik zie het wel helemaal voor me. Ja, nee, dat is hier wel leuk. Dus ja, zo vind ik hem wel leuk eigenlijk. Wat vinden jullie ervan? Ik denk wel dat ik hem meeneem, maar ik ben wel benieuwd naar jullie mening. Ik had nog dit superleuke villa rokje gevonden. Het is gewoon echt een tennisrokje. En ik dacht, nou, misschien is hij wel leuk, maar het model is toch niet helemaal leuk. En dan ga ik het gewoon niet aandoen. Oh ja, en dat roze jasje, die gaat ook weg. Die doen we toch maar niet. Want hij is wel €7 en dat vind ik een beetje duur eigenlijk.
Oké, ik heb uiteindelijk dus echt maar één shirtje gekocht. Van alles wat ik in mijn mandje had. Maar kijk, dat is nou eenmaal kringloop, hè? Precies. Je weet maar nooit of je iets leuks vindt. En we gaan nu naar nog een kringloop. Dus hopen dat ik nog wat leuks vind. Het hoeft ook niet per se kleding te zijn. Ik vind het ook leuk om interieur. We hebben nog wel andere dingen gevonden. Ja, die ga ik straks laten zien. Kijk jongens, ik heb een Adidas chillbroekie gevonden. Ja, helemaal leuk. Ja. Kijk, dat zijn nog eens vondsten, hè? Ronde 2. Het viel een beetje tegen qua kleding. Het is vooral sportkleding. Een jasje en een soort van balletpakachtig iets slash body. Oké, als eerste heb ik dit rode jasje. En die vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Ik vind de kleur heel leuk. En ja, jasjes kan je nooit te veel hebben, want ja. Het is maar net hoe je het wil combineren op dat moment. Dus deze vind ik heel leuk. Ik heb wel gewoon mijn BH eronder. I don't know why. Oké, dan dit shirtje. Voor sport. Ja. Het boeit me nooit zo erg wat ik aan heb als ik aan het sporten ben. Dus dit is best prima. Ik ga nog even kijken of ik hem neem. Ik weet het nog niet. Oké, dan dit sportshirtje. En er staat op, laat me zien hoe je squat. Maar ik vind, ja, hij is wel leuk, maar... Ik denk niet dat ik dit... Ik heb zeg maar chillere sporttopjes thuis. Dus nee, dit wordt hem denk ik niet. Oké, dit is de Adidas broek. Maar ik had hem dus eerst zeg maar zo aan. Want ik trek mijn broek altijd heel hoog. Maar dan heb ik echt een zieke camel toe. Dus dat kan echt niet. Het wordt zeg maar gewoon zo. Maar ik heb nooit mijn broek zo. Ik vind dat zo niet chill. Dus ja, ik ga hem niet meenemen. Ook al zit hij best lekker. Nou, ik neem het allemaal niet, want het is allemaal net niet. Dus ja, jammer. Oké, ik ben weer thuis. En ik wil jullie even laten zien wat ik allemaal heb gekocht uiteindelijk. Qua kleding echt niks. Eén shirtje. Ja, weet je, dat is gewoon echt een beetje het ding van kringloop. Je weet gewoon niet of er iets leuks bij zit. Ik zal even laten zien wat wij hebben gekocht. Mijn moeder heeft natuurlijk ook wat dingetjes gekocht. Eerst heb ik bij de kringloop deze super vette pot gekocht. Die je dus kan ophangen. En ik had dus het idee om hier dus allemaal planten uit te laten komen. Waarschijnlijk gewoon fake. Maar ik vond deze echt heel erg tof. Hij is wel heel zwaar. Dus ik moet hem wel goed ergens ophangen of neerzetten of whatever. Maar ik vond hem echt heel erg tof. Dus deze. En die heb ik gekocht voor €2,95. Dus dat is heel chill. Mijn moeder die heeft een heel leuk pannetje gekocht. En ik wil hem even aan jullie laten zien. Want hij is ook echt heel erg cute. Dat is deze. Hoe leuk is die? Ja, ik vind hem ook echt super leuk. Gewoon, mijn moeder zei al gewoon alleen maar... Als je hem gewoon alleen al gewoon standaard op je gasfornuis hebt staan. Hoe leuk is dat? Maar goed, we gaan hem ook wel gebruiken natuurlijk. En deze die was, ja, €3 nog wat. €3,10 volgens mij. Dan heb ik hier dus dat shirtje wat ik uiteindelijk heb gekocht van de Monkey. Gewoon een streepje shirtje. En die heb ik gekocht voor €4. Dan heeft mijn moeder ook nog een super kekke tas gekocht. En hij gaat wel een beetje aangepast worden, want ik ben het ergens niet helemaal mee eens. En hij is oprecht heel erg leuk. Alleen ik vind dit, dat riempje met dit, vind ik gewoon echt heel lelijk. Dus mijn plan was om dit eraf te halen en verder alles erop te laten. Want ik vond hem wel heel erg leuk. Dus ja, dat is het plan. Zit er nou ook nog wat in of nee? Oké, even die piep uit. Oké, en dan het laatste wat ik heb gekocht zijn 3 happiness tijdschriften. Zodat ik weer wat leuke dingetjes eruit kan halen voor in mijn bullet journal. En die waren 75 cent per stuk. Dus dat is heel erg chill. Want als je dat nieuw koopt en erin gaat knippen, dan is het gewoon echt zonde geld. En dan was dit alles wat we hebben gekocht bij de kringloop. Het was een beetje jammer dat we niet echt kleding hadden gevonden. Maar goed, hè, dat is altijd zo. Je weet maar nooit wat je vindt. Maar uiteindelijk wel blij met de spulletjes die ik heb gekocht vandaag. Dus ja, vonden jullie dit nou een leuke video? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Laat even weten of je wilt dat ik dit vaker ga doen. Want ik vind het echt super leuk om te doen. Let me know als je nog leuke tips hebt voor kringlopen of überhaupt voor deze video. En ja, dan hoop ik dat jullie het leuk vonden. En dan zeg ik nu vaarwel.